In goede lokalen, voorzien van alle benodigde apparatuur, is het prettig gymnastiek beoefenen. Maar er is in ons land een zeer groot tekort aan dergelijke lokalen. Vele scholen moeten zich nog steeds behelpen met verouderde ruimten en met toestellen die de sporen vertonen van veelvuldig en langdurig gebruik. In de vorige eeuw ging het allemaal nog primitiever, zoals bleek bij demonstraties in Haarlem ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding. Ging het vroeger vrij stram en militair toe, tegenwoordig zijn de methoden veel vrijer en losser. Zoals men onder andere kon zien tijdens de kleutergymnastiek door kinderen van een Montessori kleuterschool in Leiden. Fraaie steltjes van grondgymnastiek op de lange mat vertoonden studenten van de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Waardering ondervond vooral de ritmische gymnastiek door meisjesstudenten van de Haagse Academie. Met deze demonstraties in Haarlem heeft de jubilerende vereniging met nadruk de aandacht willen vestigen op het belang van de lichamelijke opvoeding, waaraan naar veler mening in ons land te weinig tijd wordt besteed.